De overheid zal voor nu een duurder vliegtuig inhuren voor de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Dit ondanks de SLM nog torenhoge schulden heeft. Volgens minister Oerakit Ramsarang van Transport, Communicatie en Toerisme TCT zijn er verschillende opties bekeken met het huren van een vliegtuig. Er is gekozen voor de dry-lease overeenkomst waarbij de SLM een vliegtuig van een andere maatschappij zal inhuren. Nee, ze zijn nog steeds niet in de blauwe cijfers. Ja, ze gaan nog steeds volledig moeten leunen richting de regering. Hebben ze schulden daarbuiten? Ja. Zelfs schulden binnen TCT-parastatalen, die dan ook uitgewerkt moeten worden. Ik heb gevraagd dat de parastatalen dan dat eerst bespreken, voordat ze dan richting de regering komen, richting mij komen en dan richting de regering, om het zo te zeggen. En dat ze met voorstellen moeten komen. Dus ja, als het gaat om SLM zijn er tal van zaken die door de jaren heen niet volledig of nog niet zo ver is dat het volledig is opgelost. Voor nu ziet de regering de dry-lease overeenkomst als de beste optie, ondanks het een duurdere is. De afgelopen periode is er vaker sprake geweest van vertragingen van de vliegmaatschappij. De SLM heeft meermaals geldende toeristen moeten aanhoren vanwege de urenlange vertraging van vluchten van en naar Suriname. Soms duurden die langer dan een dag. Ramsarang geeft aan dat de SLM in een transitieperiode zit die zij nog moeten doorlopen. Ondanks de vele interventies van de overheid is het toch niet gelukt de SLM gezond te maken. De overheid werkt aan het structureel oplossen van het huidige probleem van de maatschappij. Volgens Ramsarang moet er weer vertrouwen komen in onze national carrier. Yes, dat kost meer. Maar ik heb dat ook goed onderbouwd door te zeggen. Als we kijken naar de transitiefase. Kijk, onze Airbus die wij terug hebben moeten geven vanwege het verlopen van de overeenkomst. Dat was die Airbus A340-300. Die hebben we terug moeten geven vanwege het verlopen van onze contract. Als u ook daar kijkt, dan konden we toch wel ergens zeker richting de 70% rekenen op deze kist. En wat we willen doen is dat continueren en kijken naar een veel geavanceerder, moderner kist. Om ervoor te zorgen dat we onze dienstverlening dan wat beter zullen kunnen uitvoeren aan de samenleving.